Vrienden, avondklok, kou, we hebben tijd genoeg om even lekker in de keuken te staan. En hier komt het recept aan. Vrienden, deze is zo simpel, snel en smakelijk, dat wil je niet weten. En dat is dan lekker even. Je moet jezelf ook in deze tijd een klein beetje verwennen. Daar komt hij aan, Harry's pannenkoek. We beginnen met appel. En die gaan we even lekker raspen. Zo, hup. Kijk, kleine stukjes appel. Zie je? En dat is heerlijk zo, hè. Dit soort bezigheden. Ach, jongens, dat is zo lekker in de keuken. Zo rustgevend ook, hè. Ja, en kan je goed nadenken. Dan gaan we aan de slag met het beslag. En daarvoor gebruiken we natuurlijk onze vrienden van Koopman, half pak. Dan gaat erbij, zeg maar, 200 milliliter melk. En dan komt deze. Ja. Ja. Oh. Kijk eens, wat een beslagje. Ja, mooi. En dan gaat de rest van de melk erbij. Er gaat natuurlijk een ei in. Komt-ie. Vrienden, dit is een hele lekkere. Beetje snufje kaneel erin. Oh, kijk. Zo. Nou, dat is meer dan genoeg. En dan deze. Vanillesuiker. Ja, gewoon in de pannenkoek doen. Gewoon doen. Ook een snufje. Niet overdrijven, want dan wordt het allemaal weer veel te zoet van. Hey, Harry's pannenkoek. Daar gaan rozijnen in. Zo, hup, in het beslag. En dan komt natuurlijk, waar we mee begonnen zijn, de geraspte appel. Hey, gaat ie. Zo, lekker. En dat gaan we eens even heerlijk door elkaar husselen. Ja, en ik beloof jullie, ja, dat dit is zo lekker, Harry's pannenkoek. Oeh. Pannetje natuurlijk eerst goed heet laten worden. En dan een klontje, ja, roomboter erin. Hop. Nou, daar gaan we dan. Kijk hem eventjes mooi liggen in het pannetje, zeg. Poedersuiker, beetje erop. En nu komt het moment, jongens. Harry's pannenkoek. Heerlijk, met appel en rozijntjes. En noem het maar op. Hartie. Ah, ja. Hey. Hey. Snel doen!